Het is nu 10:45 geweest. Het feestgedruis begint pas om 3:00. Dus eigenlijk is hier nog niet zoveel te doen. Het is nog hartstikke rustig. Geintje natuurlijk. Het is al stikdruk. Goedemorgen. Hoe lang staan jullie al in de rij? Vanaf uurtje of tien? Nee, wacht, half tien, toch? Anderhalf uur staan jullie hier al in de rij. Anderhalf uur, maar dan moet het feest wel heel leuk zijn. We zijn gewoon om 7:30 met frikandellen en hamburgers en bier. En nu staan we hier om 9:30 in de rij. Worden er nog wat vrienden opgetrommeld hier? Ja, zeker. We hebben vanochtend boerenkool gegeten. Oh, hang maar even op. Ik weet, wie was dat? Nee. Dat was Marcel. Ja, dat was mijn pa. Maar nee, vanochtend boerenkool gegeten en nu lekker een klein biertje. Maar waarom sta jij hier zo lang voor in de rij? Ja, dat vroeg ik mezelf net ook af. Maar het is gewoon zo gezellig hier in Hengelo. Het is gewoon, alles is zo, je kent elkaar allemaal en iedereen wil gewoon naar binnen. Het is gewoon gezellig. Volgens mij moet je je buurvrouw even gaan opwarmen, want ze heeft kippenvel op de armen. Overdag drinken en dan weer naar je ouders toe. Wel weer nuchter. Ja, dat is ook belangrijk. Die moet je ook te vriend houden. Zijn jullie wel weer nuchter voor je schoonfamilie dan morgen? Nee, ik heb vanavond mijn schoonfamilie, dus dat... Ai, ik wens jou alvast heel veel sterkte. Een uur te blauwbek hoor ik jou zeggen. En dat doe je nog voor je lol ook? Ja, voor mijn lol, zeker weten. En alsof het nog niet genoeg is, worden de rijen zometeen nog langer in Hengelo. Deze bus hier is nu nog leeg, maar zometeen zit die bomvol met allemaal feestende jongeren. Want die gaan we even in Hengelvelden oppikken. Wat is er toch met die kerstmiddag in Hengelo? Wat maakt het zo leuk? Ja, ik weet niet. Eigenlijk, ik ga nu voor het derde of vierde jaar heen. En je gaat erheen omdat iedereen erheen gaat. Dus het is gewoon zo. Eigenlijk heb je geen keus, zeg maar. Het is een sociale verplichting. Groepsdruk noemen ze dat, hè? Maar goed, en dan vanavond of de komende 2 dagen gewoon weer aan het kerstdiner? Morgen met de familie. Maar ik denk dat ik vanavond mooi op tijd naar bed ga. Verstandig. Veel plezier.